Nog een paar dagen en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En die verkiezingen zijn er ook voor u. Dus ga in ieder geval wel stemmen. We hebben een rondje gemaakt langs alle politieke partijen in Haarlem. En vandaag is de Partij van de Arbeid aan de beurt. Zoals altijd laten we de twee gasten zichzelf voorstellen. Ik weet wel hoe ze heten hoor, maar u nog niet. Jonge dame. Nou, kijk, ik ga niet meer weg hier vanavond, dat is duidelijk. Marcine Schopman, tweede periode voor de Partij van de Arbeid in de Raad. Ik ga nu voor een derde periode, sta nummer 2. Dat is een grote eer. Daarnaast geef ik les op het MBO, SIOS, aan stuiterballen niveau 2, 3 en 4, sportopleiding. En ik heb een eigen bedrijf, ik ben dagvoorzitter en moderator en... We gaan telefoontjes af. Maakt het allemaal niet uit. Dit is allemaal live, hè? Dat is wel een soort van. En daarnaast mediapresentatietraining en voice-over. Wat leuk, ja. Hartstikke goed. En we hebben de wethouder. Ja, Floren Duner, 36 jaar. Geboren in Haarlem, getogen in Haarlem. En ik woon in Haarlem nu met mijn vriendin en onze twee mugjes. Lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid deze periode. En sinds kort ook wethouder voor Haarlem. Wethouder wonen, werk, economische zaken en sociale zaken. En dat is een enorme eer. Nou, niet zoveel, maar ik wil wel weten wat je er allemaal mee doet natuurlijk. Want jullie leus van een sociaal Haarlem, daar moet je van zeker zijn. Ja. Leg uit. Nou, uiteindelijk gaat het erom dat we hier ook mensen zekerheid geven over het leven wat we hier hebben. Dat ze zeker van kunnen zijn dat als het even wat minder zit, dat ze geholpen worden. Dat hebben we de afgelopen jaren ook laten zien op het gebied van armoede bijvoorbeeld. Dat ze zeker kunnen zijn dat ze een goed onderwijs in Haarlem krijgen. Want we hebben goed onderwijs in Haarlem, maar de klassen zitten vol. En er moeten echt huizen, scholen bij. We willen ook dat mensen zeker kunnen zijn van een betaalbare woning. De wachtlijst voor een sociale huurwoning in Haarlem is ondertussen al 8 jaar. Dat is echt heel erg lang. Dus wij willen ook meer woningen bouwen, zodat mensen zeker kunnen zijn van een betaalbare woning. En dat zeggen we eigenlijk, die elementen maken dat wij Haarlem sociaal vinden en daar willen we ons voor inzetten. Er moeten heel veel mensen bij komen, Marcelina. Waar laten we die? Nou, er moeten niet heel veel mensen bij komen. Mensen komen graag naar Haarlem toe, want het is een mooie stad. Op alle vlakken, om te wonen, om te werken, om te leven, te recreëren, van alles. We staan vaak in de lijstjes hoog, op nummer 1 of nummer 2. En die mensen die wil je wel een plek gunnen, waar het kan. Dus wij zeggen ook, dat is ook de ambitie, hè, onder andere vanuit wat Floor ook zegt, hè, de sociale woninglijst, die moet omlaag, de wachtlijst. Dat iedereen in alle wijken van Haarlem een betaalbare woning zou moeten kunnen vinden. En dan niet alleen sociaal, maar ook middelduur, betaalbaar middelduur, hè, tot 900, tussen de 700 en 900, is echt een tekort aan. Maar ook dure woningen, zodat je... wijken krijgt waar alles en iedereen woont, door elkaar, elkaar steunt, elkaar meetrekt, elkaar inspireert, elkaar helpt, naar elkaar omkijkt. Dat vinden wij belangrijk. Wat zijn de belangrijkste dingen die jullie aan de mensen duidelijk willen maken? Nou, dat als je zeker wil zijn van die betaalbare woning, dat we ons daarvoor echt voor willen inzetten. Dat dat echt ons absolute speerpunt is voor deze verkiezingscampagne. We gaan veel de wijk in, langs de deuren, bij de mensen thuis, bellen we aan. Ja, het gebeurt zo vaak dat je aanbelt dat er iemand van 20, van 25 open doet die nog bij hun ouders woont. Die zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel een woning, maar dat is gewoon onbetaalbaar in Haarlem. En dat is echt wel een heel groot zorgpunt. En daar moeten we nu, bij deze campagne en de volgende coalitie, echt extra inzet op doen. Het verkeer is ook een probleem, hè? Dat klopt. Zien jullie daar een oplossing voor? Nou, wij zeggen altijd, pak de fiets als het kan. Want er zijn nog steeds mensen die pakken de auto. Terwijl ze dan toch echt vanuit Zuidwest naar het centrum moeten. Terwijl hoe mooi is Haarlem? Als je fietst zie je Haarlem veel beter en ook in een rustiger tempo, kan geen kwaad. Maar goed, ook voor de mensen die wel die auto nodig hebben, die er wel van afhankelijk zijn. Die moeten ook de stad kunnen bereiken. We hebben goede parkeergarages voor waar ze een auto kwijt kunnen. Maar we vinden het wel, als het even kan, duurzaam. Dus de fiets, openbaar vervoer en dan pas die auto. Dat zal onze voorkeur hebben. Ja, maar het is wel belangrijk, denk ik. Kijk, niet iedereen kan op de bakfiets naar zijn werk. Sommige mensen hebben de auto om naar hun werk te gaan. Dus we realiseren ons dat bij bepaalde punten in Haarlem het ook vast zit. Denk bijvoorbeeld aan de Oude Weg. Nou, daar moeten we echt wel een verbreding doen, zodat mensen ook sneller de stad uit kunnen. Dat is beter voor de doorstroming de stad uit, beter voor de gezonde lucht daar. Hè. Dus als het kan inderdaad de fiets, het openbaar vervoer, maar als het nodig is dan ook de auto. Je bent pas wethouder, dat klopt. Dus het is heel moeilijk te zeggen, als wethouder heb ik dat en dat en ja, dat gedaan. Klopt. Maar je zit wel al die hele periode in de raad. Dat klopt. Wat was je belangrijkste succes? Nou, ik denk het belangrijkste succes voor de Partij van de Arbeid is dat we ervoor gezorgd hebben dat alle taken die ten aanzien van zorg naar de gemeente toe kwamen,
dat we daar extra geld voor hebben uitgetrokken. Dat we hebben gezorgd dat die zorg goed geland is. We hebben ons extra ingezet voor het armoedebeleid. Meer mensen hebben nu recht op armoederegelingen. Dat is heel belangrijk voor kinderen. Ook natuurlijk kinderen die opgroeien in armoede, dat ze mee kunnen doen. Dat ze gewoon volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dat ze kunnen sporten, dat ze kunnen spelen, dat ze naar de bibliotheek gaan. Dat is echt ons tweede punt wat we hebben bereikt. En tot derde wil ik ook nog zeggen dat we ons hebben ingezet voor goed werk. We hebben een lokaal sociaal akkoord gesloten met werkgevers, met werknemers. Om te zorgen dat er ook voldoende banen en voldoende goede banen in Haarlem bleven. Gaat goed, hè, nu? De economie gaat als een trein, ja. Dat is toch heerlijk? Ja, dat is een echte feest. Heb jij nog topics toe te voegen? Nou ja, je zegt het gaat goed nu. We hebben natuurlijk de afgelopen 4 jaar hebben we best wel... niet altijd even populaire beslissingen moeten nemen. Maar dat kon ook niet anders. 80 miljoen. Exact, kon ook niet anders. Maar daar hebben we ook best wel kritiek op gehad. Van de andere kant denk ik, ja, ondanks dat wel heel blij dat we dan in de coalitie zaten. Dat wij samen met de andere partijen toch die bezuiniging hebben doorgevoerd. Ook al waren ze niet leuk en waren ze niet makkelijk. We hebben het wel gedaan, omdat het moest. Kon niet anders. En daarbij wel steeds de meest kwetsbare Haarlemmer zoveel mogelijk beschermd en in de luwte hebben gehouden. Daar ben ik wel hartstikke trots om. Dus dat vertel ik ook graag aan mensen als ze dan kritiek hebben van ja, oké, maar luister, we hebben het wel zo opgelost. We hebben Haarlem de afgelopen 4 jaar sociaal gehouden. Exact. En dat willen we de komende 4 jaar ook doen. Ja. Ik heb volgens mij al gezegd wat we daar willen doen. Wonen is belangrijk, onderwijs is belangrijk. We moeten ook werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen, voor mijn kinderen. Mijn kinderen? Voor jouw kinderen. Voor jouw kinderen ook nog. Dus daar moeten we echt iets extra's op doen. We hebben ons afgelopen 4 jaar volgens mij Haarlem sociaal weten te houden. En dat willen we de komende 4 jaar weer doen. 4 jaar geleden kregen jullie een enorme afdrogen, hè? Een knal. Een jaar vorig jaar met de Tweede Kamerverkiezingen. Ook nog, ja. Maar hier, goed, 4 jaar hier lokaal viel wel mee. Ja, maar het was toch verlies. Eén zetel maar. Ja, maar goed, het is een zetel. Nee, het is een zetel, zeker. Ik heb de indruk dat jullie aan het terugkrabbelen zijn. Dat heb ik ook. Zeker als je kijkt naar het sentiment wat er vorig jaar was bij de Tweede Kamerverkiezingen. Als ik in die wijken ga waar ik het over had, dat doen we altijd. Hè. Dat doen we niet alleen als er verkiezingen is, maar dat doen we elke maand. Ook als er geen verkiezingen zijn. En de afgelopen periode merk ik dat mensen toch doorhebben dat ze de vorige keer niet op ons gestemd hebben. Dat ze merken dat wat er nu in Den Haag gebeurt, dat toch rechtsbeleid is, dat niet sociaal is. Die balen daar ook van. Die balen over zo'n dividendbelasting die we afschaffen. En dat ze zeggen, ja, die Partij van de Arbeid, die kan ons wel helpen daarin. En dat zeg ik tegen iedereen. Kijk, we kunnen niks beloven dat het allemaal goed gaat. We willen ons best doen, daar zetten we ons voor in. Die resultaten boeken we ook. En ik denk als we dat verhaal blijven vertellen, dat mensen echt wel overtuigd gaan raken dat dat ook gaat gebeuren. Nou ja, en het is natuurlijk ook niet alleen maar een landelijke discussie. Juist het leuke van de gemeenteraadsverkiezingen is dat mensen gaan ook kijken van, goh, maar wat gebeurt er nou in mijn stadje en in mijn gemeente en wat hebben ze voor elkaar gekregen? En als ik door mijn buurtje loop en er komen 2 mensen en zeggen, hey, maar jou ken ik, jij bent toch, ja, mag ik jou wat zeggen? Dan zeg ik altijd, ja, tuurlijk mag ik jou wat zeggen. En dan zeggen ze, ik vind het zo gaaf, sociale woningen, dat je daarvoor staat, dat ze ook aan de westkant komen. Dan denk ik van, ja, maar dat is wel waar je op gemeentelijk niveau met z'n allen mee bezig bent. En als je dat duidelijk kunt maken. En tuurlijk, niet iedere Haarlem zal precies weten wat we in die stolp daar in het stadhuis doen. Maar we zijn ook heel veel daarbuiten. Als je dat duidelijk weet te maken en mensen waarderen dat en zeggen dan, oké, maar dat voelt goed. En mijn stem, nou, dat klopt met mijn hart. En daarom ga ik ook voor die partij stemmen. Ja, daar word ik wel een blij mens van. En daar wordt de stad uiteindelijk, denk ik, ook hopelijk, wat mij betreft, een stukje mooier van en socialer van. Ik ben ervan overtuigd. U hoort het, dames en heren. Het gaat niet om de landelijke politiek, gelukkig maar. Maar deze mensen zijn uw stem waard. Ik dank u voor het kijken. Graag tot de volgende keer.